Bij debatteren draait het om argumenten. Denk goed na over de argumenten die je wilt gaan gebruiken in een debat. Denk na over de argumenten die je wilt gaan gebruiken in het debat. Het is verstandig om er 3 goede argumenten te kiezen en die ook verder uit te werken. Kies argumenten die je tegenstander verrassen en de jury aan het denken zetten. En werk ze ook uit met de tel- en labeltechniek. Nou, een voorbeeld van tel en label is, ik heb 3 argumenten en ik noem ze people, profit en planet. Debatteren is vooral ook reageren. Goede debaters denken na over wat opponenten zouden kunnen zeggen. Denken na, wat voor argumenten hebben die en kan ik die weerleggen? Hoe doe je dat weerlegging? Nou, 1, door te zeggen dat je het niet mee eens bent. 2, aan te geven dat het effect niet optreedt. En 3, door bijvoorbeeld aan te geven dat in deze situatie het heel anders is. Op deze manier maak je voor de jury duidelijk dat je niet eens bent met de argumentatie. Wissel je argumentatie af. In elk debat zie je het wel gebeuren dat een argument 5 keer op en neer gaat. En dan nog een 6e keer roepen, dat gaat echt niemand meer overtuigen. Veel beter is het dan voor een nieuw, verrassend argument te kiezen. En vraag dan nadrukkelijk de opponenten daarop te reageren. Doen ze dat niet, maak dan ook aan de jury duidelijk dat ze niet hebben gereageerd op dat argument en het daarmee blijft staan. Samenvattend kun je van ze argumenteren zeggen dat het argumenten kort en bondig gebracht moeten worden, dat je moet reageren op de argumenten en wissel je argumentatie af. Op deze manier is het voor de jury duidelijk wat je argumenten zijn en wat er blijft staan aan het einde van het debat. Vind je deze video leuk? Dan kun je hier liken. Wil je meer van dit soort video's zien? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal.